Dit programma wordt u aangeboden door Omrin, Energiek en Duurzaam. En de gemeente Harlingen. Binnen fijne dagen, alle vrienden komen weer. Tijdens de visserijdagen, vooral ook voor de sfeer. In dagen van emotie, een echt Harlinger feest. Je bent in echte oude zeun, als je daar niet bij weest. Je bent in echte oude zeun, als je daar niet bij weest. Tot en met zaterdag staan de uitzendingen van GPTV in het teken van de visserijdagen in Harlingen. 4 dagen lang zijn wij met u getuigen van meer dan 60 evenementen in de havenstad. Tienduizenden mensen komen naar Harlingen om de unieke sfeer te proeven van dit feest dat dit jaar voor de 53ste keer wordt gehouden. Een groep enthousiaste vrijwilligers werkt het hele jaar aan dit vierdaagse feest. Wat is de magie van de visserijdagen? Voorzitter Paul Kwast. De magie van de visserij, daarin, ja, dat is moeilijk, maar ik denk dat het toch te maken heeft met een soort volksfeest. De mensen leven er naartoe. Het is een soort afsluiting van de zomer, van het seizoen. Visserij, daar sluiten we allemaal evenementen af, want de Harlingen staat bol van evenementen. Dat is een heel jaar door, dat weten jullie beter nog dan ik, wat je allemaal niet uitzendt. Maar ik denk toch dat de mensen daar naartoe leven, zeggen visserij daar, gezellig, onder ons oude bekenden weer ontmoeten. Ik denk dat een beetje is. Dinsdag hadden de visserijdagen een mooie proloog met de onthulling van een herinneringsmonument voor op zee omgekomen Harlinger vissers. Op de nieuwe wandelpromenade over de Keermuur is een prachtige plaquette aangebracht met de namen van de 5 omgekomen vissers. Jan Plas, Jouke van der Werf, Augustinus van Hurk, Anne Wever en Frederik Brouwer. Op deze meest prominente plaats aan de Waddenzee zijn nu hun namen vereeuwigd. 51 jaar geleden, toen was er een enorm ongeluk, een scheepsongeluk op het IJsselmeer en dat waren de Harlingers. En ja, sindsdien is er helemaal niks meer gebeurd aan een vorm van herdenking. Ik sprak met Boukje Wever, dat is een dochter van een van de omgekomen bemanningsleden. En ja, toen waren we op een gegeven moment zo emotioneel dat ik dacht, hier moet wat gebeuren. Nou, toeval treft dat ik dan secretaris ben van de visserijdagen. Als ik gewoon een jongen van de straat was, was het misschien niet gelukt. Maar ik had een achterban. Dus praten met de visserijdagen, praten met Ons Belang, vissersvereniging. Duurde even voordat het klikte. Maar na verloop van tijd zeiden ze toch van ja, doe maar, probeer maar. Nou, toen kregen we natuurlijk een heel gevecht met het waterschap. Want iedere spijker die je in zo'n muur slaat, dat is... Je krijgt bijna je dood van ons over je heen. Maar we zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan. En je ziet het, hier komt straks wat tevoorschijn. Ja. Anneke, voor jou zou het misschien nog duidelijker zijn waarom dat monument er moest komen. Ja, dat lijkt me wel. Niet alleen de Harlinger 10, die 3 mosselvissers. Maar ook later is er nog een Jouke van der Werf bijvoorbeeld door een... eigenlijk een heel noodlottig gebeuren om het anker overboord te laten. En overboord geslagen en niet meer op tijd naar boven kunnen halen. En nog Jan Plas, die bij een kokkelvisser aan boord was. En het bijbootje op hol sloeg. En zo zonder vervoer op een plaat kwamen. En ook niet meer gevonden. Ja, later. Een aantal weken later. Dus in samenwerking met Johan, ik zei het is een hartstikke goed initiatief, denk ik wel. En de mensen die we gesproken hebben, die waren ook heel erg ontroerd. Omdat het nu toch nog iets van hun kinderen, man en kinderen terugkomt. De visserijdagen zijn doorspekt met tradities.
de vlootschouw, het ringrijden, optredens op podia, de kermis en natuurlijk de open dag van de visafslag op zaterdag. Het comité probeert ook om nieuwe elementen toe te voegen aan dit gevarieerde programma. Voor het eerst wordt dit jaar een gelegenheidsveilinghuis ingericht in de Simon Stijlstraat. Dinsdag was het inbrengdag van Kunst op Zolder, zoals de veiling wordt genoemd. Donderdag is de veiling onder notarieel toezicht. Museumconservator Hugo ter Avest beoordeelde de aangeboden zaken. Er staat N. L. Apol. En Apol is een Haagse schoolkunstenaar die bekend is geworden door wintergezichten. Dus die is veel geïmiteerd, ook wel op aardewerk. In dit geval is het op een schilderijtje gedaan. Maar het is dus niet van Apol zelf. Want dan was het veel aardig. Het is ook veel minder goed geschilderd. Het is uit de jaren 30 van de 20e eeuw, allebei. En de zomer- en wintergezicht. Voorjaar en winter. Ja, dit is eigenlijk wintergezicht. Ja. En hier kan ik geen signatuur op ontdekken, maar ze zijn van dezelfde hand zo te zien. Zowel in prijs als toch wel vind ik de trompe l'oeil. Dat is een ding wat bedrogen ogen is het eigenlijk. En dat is een ding uit, ik dacht 1836, waarbij het lijkt alsof je een stapeltje papier hebt. Een Leeuwarder krant zit erbij en er zijn wat briefjes en wat speelkaarten. En als je goed kijkt, dan is dat allemaal zorgvuldig getekend in plaats van dat het op elkaar gestapeld is. En dat is iets wat in de 17e eeuw al gebeurde. Maar in dit geval is het de 19e eeuw iets en nou, een ontzettend leuk ding. Waar wordt dat nou op ingezet? €750. Dus dat is wel een serieus ding. Maar het zit in de originele lijst, dat maakt het ook leuk. De lijst is een beetje beschadigd, maar goed, dat mag na 150 jaar. Dus er zitten veel leuke dingen. Het is heel gevarieerd wat er binnengekomen is. Zitten er ook echte Harlingen dingen bij? Er zitten ook echte Harlingen dingen bij, ja. Het, ik zou bijna zeggen, een makkelijk bord, maar haast hetzelfde. Maar wel 18e eeuws. Maar dit van een bord van een gymnastiekvereniging uit Harlingen. Ja, nou, gaat in kracht. Ja, dus dat is echt Harlingen. Daar heeft vermoedelijk iemand 30 jaar bestuurder voor geweest. Waarschijnlijk wel. En dat ligt dan nu hier. Een bord met de molen de Bazuin erop. Dus dat is ook Harlingen. Ik zou zeggen €75 samen om mee te beginnen. Wij doen er verder niks mee. Nee. Iedereen die het daar ziet, die zegt, oh, dat moet je weten, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar de waarde verder. Nee, het is uit een tijd waarin heel veel van dit soort dingen geschilderd is. Ja, en, ja. Je komt het veel tegen, maar het is in een goede staat en een lijstje zit er niks omheen. Dus iemand die de aardigheid heeft, die... Voor €75 heb je een ingelijste kalender. €75.000, begrijp ik? 75 miljoen. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ik heb het hier alleen maar over miljoenen. Ja, daar niet meer over. Woensdagmiddag gingen de visserijdagen officieel van start. Traditioneel komen honderden Harlingers en toeristen naar het podium over de gracht van de Voorstraat. Burgemeester Roel Sluiter hield een speech en daarna was er een hoog Voice of Holland gehalte. De Friese rockchick Anne Hogendoorn en de Engelse musicalartiest Paul Turner gaven een spetterend optreden. Val niet in het water. Burgemeester, ga je gang. Een heel fijne visserijdag. Yeah.
En dan zou ik u nu graag tips geven over evenementen waar u eigenlijk heen zou moeten gaan. Maar de visserijdagen kenmerken zich aan een veelheid aan evenementen. Echt voor elk wat wils. En daarom verwijs ik u naar de visserijdagenkranten die in en om Harlingen zijn verspreid. En komt u verder uit de provincie, kijk dan op de internetsite www.visserijdagenharlingen.nl voor het volledige programma. Dit programma werd u aangeboden door Omrin, energiek en duurzaam, en de gemeente Harlingen.